Ja, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en in deze video staat deze gloednieuwe Suzuki Centraal, de Suzuki Swayze. En in deze video ga ik je helemaal bijpraten over alles wat je moet weten over deze nieuwe Swayze van Suzuki. Oplettende kijker ziet het natuurlijk meteen. Deze Suzuki Swayze, dat is eigenlijk gewoon een Toyota Corolla Touring Sports. En dat is eigenlijk niet voor het eerst dat Suzuki een model pakt uit de Toyota-familie. Denk even aan de Across, een plug-in hybride SUV met 306 pk van Suzuki. En dat is natuurlijk gewoon een Toyota RAV4 plug-in hybrid. Nou, Suzuki flikt nu hetzelfde kunstje met de Swayze. Want dit is onderhuids en natuurlijk ook gewoon buitenhuids, om het zo maar even te noemen. Gewoon een Toyota Corolla Touring Sports. En waarom doet Suzuki dat nu? Een model pakken van Toyota en hem onder een Suzuki naam uitbrengen. Eigenlijk heel simpel, het is vooral een CO2 technisch verhaal. Want een plug-in hybride, zoals die Suzuki Across en deze Swayze Hybrid, ja, die drukken natuurlijk het CO2 gemiddelde van een autofabrikant. En dat kan Suzuki heel erg goed gebruiken. Suzuki levert de Swayze standaard met een hybride aandrijflijn, bestaande uit een 72 pk sterke elektromotor en een 1,8 liter viercilinder benzinemotor met 98 pk. En het systeemvermogen bedraagt zodoende 122 pk. Nou, net als bij de Toyota is ook bij deze Swayze Hybrid een CVT-automaat standaard. En eigenlijk alles wat we destijds al over die Toyota Corolla Touring Sports hebben gezegd is ook van toepassing op deze Swayze. Het is gewoon een zeer comfortabele, goed rijdende auto. Net als de Toyota staat deze Swayze op het zogeheten TNGA platform van Toyota. Lekker laag zwaartepunt, wielbasis 2,7 meter, daardoor ook riant en ruim van binnen. Nou, en het is een station wagon. En dat betekent dat hij ook gewoon een ruime kofferbak heeft. Maar in de basis is deze Suzuki Swayze natuurlijk gewoon die Toyota Corolla Touring Sports. En daar is helemaal niks mis mee. Er zijn wel wat cosmetische aanpassingen gedaan om die Swayze toch nog een beetje een eigen gezicht te geven. Zoals de grill aangepast. Uiteraard is het Toyota logo vervangen door een Suzuki logo. Aan de zijkant staat ook nog gewoon, net zoals bij de Toyota Hybrid, onder de motorkap dus die 1,8 liter hybrid benzine aandrijflijn. Suzuki wielen, maximaal 16 of 17 inch licht metaal levert Suzuki. 18 inch, dat levert Suzuki niet. Daarvoor moet je bij Toyota zijn. Nou, aan de achterkant ook weinig verschil ten opzichte van de Corolla Touring Sports. Hier staat dan Swayze. Achterlichten zijn hetzelfde. Het Toyota logo heeft plaatsgemaakt voor het Suzuki logo. En ook hier weer Suzuki aanduiding. Maar aan zich is dit natuurlijk gewoon de Corolla Touring Sports. Ook om te zien. Suzuki levert de Swayze in 7 verschillende exterieurkleuren, te weten White Pearl Crystal Shine, Super White, Precious Silver, Black Mica, Phantom Brown, Oxide Bronze en Dark Blue Mica. En wat is er dan allemaal standaard op die Suzuki Swayze? Nou, in ieder geval adaptieve cruise control, LED-verlichting inclusief een groot lichtassistent, geregelde airconditioning en een 8-inch touchscreen met Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto. En daarnaast beschikt de Swayze ook standaard over diverse veiligheidssystemen, zoals een botspreventiesysteem, verkeersbordenherkenning en een rijstrookassistent. In de meest luxueuze stijluitvoering die hier voor onze neus staat, beschikt de Swayze ook over dode hoekbewaking, weer cross traffic alert en over een parkeerhulp waarmee de auto automatisch kan inparkeren. Ook wordt de uitrusting dan uitgebreid met stoelverwarming voorin, stuurwielverwarming en een draadloze telefoonlader. Waarom zou je dan voor deze Suzuki Swayze moeten kiezen en niet voor een Toyota Corolla Touring Sports? Dat is natuurlijk de hamvraag. Nou, de Corolla TS die is in beginsel al een veel goedkopere auto, maar dat komt omdat de vanafprijs van ongeveer 26.000 euro geldt voor een 1.2 turbo benzineversie met 116 pk. En Suzuki levert deze Swayze, zoals gezegd, alleen met een 1.8 hybrid met 122 pk. En voor die motorvariant betaal je bij Toyota al minimaal 29.895 euro voor een Corolla Touring Sports 1.8 hybrid comfort. En gezien de uitrusting moet je de Swayze Select, de basisversie dus, eigenlijk vergelijken met een Corolla TS Hybrid Dynamic. En de vanafprijs van die Toyota die bedraagt alweer 33.595 euro. En deze Suzuki kost 31.800 euro vanaf.
De Toyota heeft dan wel Smart Entry en een draadloze telefoonlader. En die heeft deze Suzuki dan weer niet. Dan moet je bij de Suzuki alweer voor de Sways Style kiezen. Dus het absolute topmodel. En die Sways Style, die is er vanaf €33.800. En die vormt qua uitrusting een tegenhanger van de Toyota Corolla Touring Sports Executive. En die is leverbaar vanaf een kleine €38.000. Er zijn wel een paar grote verschillen. Want de Suzuki is niet leverbaar met een head-up display. Heeft geen geïntegreerde navigatie en wordt niet geleverd op 18-inch lichtmetaal. Als je eenmaal plaatsneemt in de Suzuki Sways, ja, dan valt op dat het dashboard natuurlijk gewoon overgenomen is uit die Toyota Corolla Touring Sports. En dat is helemaal niet zo erg, want dit dashboard steekt gewoon heel erg goed in elkaar. Mooie, zachte materialen zijn gebruikt en ook de afwerking is dus gewoon van een hoog niveau. Uiteraard heeft deze Sways wel een Suzuki stuurwiel met natuurlijk een Suzuki logo. En als je de auto start met de blauwe startknop, dan komt ook overal het Suzuki logo in beeld, zoals je hier ook kunt zien. En het infotainmentsysteem, de menuindeling, het instrumentarium, het is allemaal van Toyota afkomstig. Kijk, gemiddeld verbruik, bijna 1 op 23. Erg netjes moet ik zeggen. En het infotainmentsysteem laat zich ook heel eenvoudig bedienen. Maar zoals gezegd is hierbij wel de navigatie onklaargemaakt. Omdat anders bijvoorbeeld Toyota dealers zichtbaar zouden zijn in het navigatiesysteem van deze Suzuki. En dat wil je natuurlijk niet. Dus navigeren doe je gewoon via Apple CarPlay of Android Auto. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van Google Maps. Misschien wel de beste navigatiedienst die je kunt hebben. Hier heb je dan ook nog een inductielader om smartphones draadloos op te laden. Werkt erg fijn. Nou, de CVT-automaat laat zich ook heel makkelijk bedienen. Gewoon de PR en D en de B-stand om extra af te remmen op de motor. Hier heb je dan de rijstanden. De keuze uit Eco, Normaal en Sport. Afhankelijk van wat je wenst natuurlijk. En ook nog een EV-knop hiernaast. En met die EV-knop kun je zeer kleine afstanden elektrisch rijden. Ongeveer maximaal 2 kilometer. En ook aan opbergruimte geen gebrek. Hier vind je bijvoorbeeld 2 ruime bekerhouders. Hier heb je nog ruimte voor het opbergen van wat spulletjes. Een 12 volt output. Een USB-lader. Ruime deurvakken zoals je ook kunt zien. Ook aan deze kant. Ja, eigenlijk kom je in deze Suzuki Sways helemaal niets tekort. Nou, en als je dan gaat rijden in de Suzuki Sways, dan valt eigenlijk één ding meteen op. Deze auto rijdt eigenlijk gewoon zoals die Toyota Corolla Touring Sports. En dat is eigenlijk een zeer goed compliment, want die Toyota die werd ook geroemd, of die wordt ook geroemd vanwege zijn rijkwaliteiten. Nou, deze Suzuki maakt net als die Toyota gebruik van het zogeheten TNGA-platform. Dat heeft als kenmerk een zeer laag zwaartepunt. Ja, en daardoor ligt deze auto gewoon heel erg goed op de weg. En kun je er zelfs nog dynamisch mee rijden als je bijvoorbeeld wat bochten met een hoger tempo neemt. Maar aan zich moet je deze auto gewoon lekker rustig rijden. Gewoon met je gezinnetje aan boord. En dan gaat het gemiddelde verbruik ook heel erg snel boven de 1 op 22 en zelfs 1 op 23. En dat komt ook omdat deze Suzuki Sways staat op slash 16 inch lichtmetaal. Je kunt wel 18 inch lichtmetalen wielen onder een auto wensen, maar dat gaat absoluut ten koste van het brandstofverbruik. En dat zie je uitstekend bij deze Sways. Hij staat dan op 16 inch lichtmetaal. Ziet er misschien wat braaf uit aan de buitenkant. Maar ja, aan boord zie je dat natuurlijk niet. Maar het heeft wel echt een zeer positief effect op het brandstofverbruik. Want wij rijden nu bijvoorbeeld 1 op 22,4. Nou, dat is gewoon bijzonder netjes. De stoelen in de Sways zitten ook goed. Je hebt goede zijdelingse steun. De verstelbaarheid is goed. Ook van de stuurkolom. Je kunt het stuur in diepte en in hoogte verstellen. En daardoor kun je ook, als je bijvoorbeeld wat langer bent, ik ben dan 1,85... gewoon een zeer goede zitpositie creëren in deze Sways. Maar onder de streep gaat het er vooral om, wat moet je nu precies doen? Moet je niet kiezen voor die Toyota Corolla Touring Sports of toch voor deze Suzuki Sways? Technisch dezelfde auto's, beide voorzien van zo'n 1.8 hybrid. Uiteraard zijn er verschillen in vanafprijs, maar ook een beetje in uitrusting. Want stel, je hecht geen waarde aan bijvoorbeeld een geïntegreerd navigatiesysteem of een head-up display. Die zaken heb je wel bij de Toyota en niet in deze Suzuki. Als je daar geen waarde aan hecht, dan kun je net zo goed voor deze Suzuki kiezen. Nou, want dan is die onder de streep ook wat goedkoper. Maar er is nog een reden om voor deze Sways te kiezen. Want Suzuki levert met ingang van 2021 niet meer 3 jaar, maar 6 jaar garantie. En dat kan als particulier natuurlijk een goede reden zijn om alsnog voor deze Sways te kiezen. Ik denk dat het vooral zo gaat zijn dat de zakelijk rijder vooral voor de Toyota gaat kiezen. Ook omdat je misschien iets meer uitrusting krijgt en iets meer keuzevrijheid om een auto samen te stellen. Je kunt zo'n Corolla bijvoorbeeld krijgen als een sportieve GR Sport uitvoering met 18 inch lichtmetaal. Ziet er toch wel wat dikker uit. Terwijl deze Suzuki Sways wat braver is. Maar goed, het is misschien in die zin ook wel een wat verstandigere aankoop. En dat kan misschien voor de particulier juist wel een reden zijn
om voor deze Swace te kiezen. Die 6 jaar garantie gaat sowieso een grote rol spelen, denk ik. Ja, in het keuzeproces of je nu kiest voor die Toyota of voor deze Suzuki. Ja, en dat is alles wat je moet weten over deze nieuwe Swace van Suzuki. Wil je nog veel meer weten over deze C-segment estate van dit Japanse automerk? Check dan vooral de complete test op autorij.nl. En vond je deze video tof en deze Suzuki Swace tof? Geef deze video dan vooral even een duim omhoog. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video.